بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Best brothers and sisters، laten we inshallah ta'ala een paar minuten doorbrengen met het spreken over een belangrijk vraagstuk. Een vraagstuk wat vele moslims bezighoudt. De afgelopen dagen heb ik echt heel veel vragen gekregen van broeders en zusters over het wel of niet stemmen. Dienen we wel of niet te stemmen? Mogen we überhaupt wel of niet stemmen? We lezen berichten, verhalen van mensen die beweren dat stemmen haram is. Sterker nog, dat stemmen shirk is. Dat we zeggen polytheïsme en koever. Een zaak van ongeloof. Alvorens ik inga op de kwestie van stemmen en of dat wel of niet mag, en wat de islamitische geleerden hierover zeggen en waarom, is het heel erg belangrijk dat we een juiste voorstelling van zaken hebben over hoe belangrijk deze kwestie eigenlijk is en hoe groot. Want je ziet dat vandaag de dag een ieder het beeld en idee en gevoel heeft dat hij deze kwestie kan bediscussiëren, dat hij er ook zijn bijdrage over kan geven en zijn mening erover kan uitspreken en dergelijke, niet wetende hoe groot deze kwestie eigenlijk is. Het eerste wat wij dienen te realiseren is dat dit een kwestie is die niet één individu aangaat. Die niet betrekking heeft op 10 of 100 of 1000 mensen. Dit is een kwestie die betrekking heeft op duizenden mensen. Sterker nog, zelfs miljoenen of tientallen miljoenen. Omdat stemmen niet een kwestie is die voorbehouden is aan Nederland of het Westen, Europa of Amerika. Of sterker nog, stemmen en het stemstelsel bestaat nu wereldwijd. Dus dit is een kwestie die betrekking heeft op miljoenen, honderden miljoenen mensen, moslims wereldwijd. Dit is dus niet iets waar we lichtzinnig over kunnen zijn. Dit is dus niet iets waar zomaar een persoon zijn oordeel over kan vellen. Dit is een kwestie die dus heel erg groots is. Ten tweede, het is een kwestie die ook heel erg ingrijpend is als we gaan kijken op inhoudelijk gebied. Het kan gevolgen hebben voor het gebied van onderwijs van moslims, op het gebied van hijab, niqab, op vele kwesties die betrekking hebben op moslims en moslim, soms meerderheden of minderheden en hun rechten en emancipatie en hoe er met hen wordt omgegaan en dergelijke. En ten derde, we praten niet over een kwestie die je kunt opzoeken in de traditionele klassieke jurisprudentieboeken, in de klassieke fiqhwerken. Het is dus niet een kwestie waarover je kunt gaan zeggen van, nou, laat ik even kijken wat de 4 wetscholen erover gezegd hebben. Laat ik eens even zien wat imam Malik of imam die van de Salaf, van de vrome voorgangers, erover heeft gezegd. Dit is een nieuw opgetreden kwestie. Dit is een kwestie die van de laatste decennia is. Het is dus niet een kwestie die je kunt opzoeken in de klassieke fiqhwerken. In kwesties. Oké, dus het is dus een kwestie die betrekking heeft op miljoenen mensen en niet op een individu. Het is een kwestie die ook heel erg ingrijpend is, inhoudelijk en grote gevolgen kan hebben. En ten derde, het is een kwestie die je niet zomaar in de klassieke boeken kunt opzoeken. Het is een nazila. Dit noemen ze ook een van de nawazil. Dat wil zeggen een nieuw opgetreden kwestie waarover de geleerden ijtihad moeten doen. Dat wil zeggen, ze dienen inspanningen te verrichten om tot een oordeel, tot een uitspraak te komen hierover. Dit is dus, kortom, deze kwestie is dus bij uitstek een van de kwesties die voor de ulema en de mujtahideen is. Het is dus niet voor Jan en alle man, pardon. Het is dus niet voor mensen zoals jullie en ik om zomaar een mening of een opinie over te gaan uiten. En om te gaan zeggen van dit kan wel en dit kan niet. En ik ga zelf een bewijslast in elkaar flansen zoals sommigen doen. Want sommige mensen die denken van oké, nou, we kunnen googlen, we hebben Google tot onze beschikking. We hebben de toegang tot bepaalde websites en we kunnen makkelijk een bepaalde bewijslast inflansen. En het is overduidelijk rechts of het is overduidelijk links, overduidelijk halal of overduidelijk haram. Sterker nog, wat mij zelfs verbaast is dat mensen niet zeggen enkel overduidelijk halal of overduidelijk haram. Maar mensen die zeggen zelfs koever en mensen zeggen zelfs shirk. Zelfs ongeloof of polytheïsme. En dit zijn uitspraken van mensen die geen mujtahideen zijn, die geen ulema zijn. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft in de authentieke hadith gezegd, al-qudatu thalatha. Dit is echt een angstaanjagende hadith. Een hadith die in ieder van ons eigenlijk terugverwijst naar zijn positie en naar zijn plek.
Sommige mensen die vinden dit heel erg vervelend als er tegen hem of haar wordt gezegd, ken je plek? He? Ken je plek, ken je positie in het geheel, in de religie van Allah subhanahu wa ta'ala. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, al-qudatu thalatha. Je hebt drie soorten rechters. Ithnani fi nar wa wahidun fi jannah. Twee zijn in het hellevuur, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons beschermen tegen het hellevuur. En één is in het paradijs. Vervolgens zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam over de eerste die in het paradijs is. Hij zei, een persoon die de waarheid kent en hij oordeelt ermee. En hij is in het paradijs. Vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en een persoon, dat we zeggen een rechter, die de waarheid kent, maar hij oordeelt er niet mee en hij is onrechtvaardig in zijn oordeel. En hij is dan in het hellevuur. En vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam over de laatste. De eerste twee zijn logisch. De eerste kent de waarheid en hij oordeelt ermee. Natuurlijk gaat hij naar het paradijs. En de tweede, die kent de waarheid ook, maar hij oordeelt ermee. Natuurlijk gaat hij naar het hellevuur. Maar hoe zit het met de derde en wie is de derde? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt over de derde. En de rechter of de man die de waarheid niet kent, maar toch oordeelt hij. En hij gaat naar het vuur. Hij kent het oordeel niet. Hij is eigenlijk een onwetende. En alsnog oordeelt hij. En hij gaat naar het vuur. Weet je wat imam Ibn Qayyim rahimahullah, wat voor commentaar hij heeft gegeven op deze hadith? En hij zei, وَكَمَا أَنَّ الْقُضَاةَ ثَلَاثَ فَالْعُلَمَاءَ ثَلَاثَ. Hij zegt, en zoals de rechters te verdelen zijn in drie categorieën, zo zijn ook de geleerden te verdelen in drie categorieën. Dat wil zeggen, degene die oordeelt met de waarheid die hij kent, en hij heeft kennis erover, en hij spreekt, en hij is het paradijs, enzovoort. Yani. Dus dat wil zeggen, het gevaar van het spreken over, in de religie van Allah subhanahu wa ta'ala, zonder kennis en zonder dat jou dat toekomt. Allah subhanahu wa ta'ala die heeft ons opgedragen, op het moment dat wij het niet weten, dat wij de zaak moeten terugleggen. Aan wie? Aan Facebook? Aan wie? Aan Instagram of aan dat of dat of dat social media kanaal? Vandaag de dag, degene die maar een beetje mooi kan schrijven, of degene die veel volgers heeft, al-qawlu qawlu, dat wil zeggen, wat hij zegt, dat is het. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt ons in de Koran al-Karim, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Vraag dan de mensen van kennis, de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten. وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Allah die zegt, en wanneer een kwestie van de veiligheid of oorlog tot hen komt, dat wil zeggen een van de grote zaken die komt tot hen, أَذَاعُوا بِهِ, dan spreken zij erover. Allah die zegt, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, maar als ze die kwestie eens hadden teruggelegd, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, als het maar hadden teruggelegd, ze hadden het moeten terugleggen naar de boodschapper. Wa ila ulil amri minhum. En aan degenen onder hen die met gezag bekleed zijn. Dan wisten degenen die oordelen onttrekken. Hè, wat het oordeel was. Wat dan te doen. Dus subhanallah. Zelfs van degenen die met gezag bekleed zijn. Weet niet iedereen het oordeel. Weet niet iedereen het antwoord. Weet niet iedereen wat te doen. Maar het moet teruggelegd worden naar degenen. Van degene met wie het gezag, met die het gezag hebben gekregen. Wie van hen weet het? Degene alladine yastanbitunahu minhum. Degene die oordelen onttrekken van hen. Zij zijn degene dus. Met andere woorden, niet zomaar een talib ilm, een student van kennis of een sheikh of een... Nee, dit zijn de geleerden van het allerhoogste kaliber. Van het allerhoogste niveau. Dit zijn de mujtahideen van de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aan hen moeten de zaken teruggelegd worden. En zeker de zaken die betrekking hebben op de hele umma. Bij Allah. Op het moment dat je dan die persoon ziet schrijven op Facebook. En je ziet nergens de naam van een geleerde of groepen van geleerden. Wie ben jij om te praten over deze kwestie? Wie ben jij om je licht erover te schijnen? Was het nou iets wat jij voor jouzelf aanhoudt? Oké, dat is jouw goed recht. Was het nou een kwestie die betrekking had op jou als individu? Maar dit is een kwestie die betrekking heeft op de umma in zoveel verschillende zaken. En vervolgens ook nog durven te zeggen, dit is een kwestie van shirk en van kufr. En dan is de grote vraag die bij mij natuurlijk gaat spelen is... Waar zijn de islamitische geleerden dan geweest van jouw begrip? Subhanallah, ik durf echt te stellen hier dat duizenden geleerden, als het er niet veel meer zijn, het tegenovergestelde zeggen. Sterker nog, dat misschien yani, van de mensen die worden toegeschreven aan kennis, dat het een zeer kleine enkeling is die dat heeft gezegd, wat deze persoon zegt.
Wie heeft bijvoorbeeld niet gehoord van de geleerde Ahmed Shaker? Ahmed Shaker, rahimahullah ta'ala, is een grote Egyptische geleerde. Hij was een van de geleerden van de Azhar. En Ahmed Shaker, hij staat bekend van de tahqiq van de Musnad, de grote muhaddith, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. En iedere student van kennis weet ook welke bijdrage hij heeft geleverd eigenlijk aan het opkomen voor de sharia van Allah subhanahu wa ta'ala in Egypte. En welke mooie standpunten hij daarover had. En welke werken hij daarover heeft geschreven. En hoe strikt hij daarin was en dergelijke. Dan nog... Subhanallah. En hij heeft een hele bekende uitspraak over Al-Yasir en over dat het ongeloof is, het heersen met niet-islamitische wetten en dergelijke. Dus yani, het is dus niet een sheikh die de kwestie niet kent of de materie niet kent en dergelijke. Alsnog zegt hij, maar ik ben geen persoon die alleen maar in illusies leeft, of die in illusies leeft, die losgetrokken is van de realiteit. Hij zegt, ik roep ook niet op tot gewelddadigheden. Hij zegt, de moslims die dienen hun best te doen om hun boodschap te verspreiden. Om hun boodschap te verspreiden. En als de verkiezingen komen, dan gaan wij proberen om de verkiezingen te winnen. Hij zegt, en het kan zo zijn dat wij één keer falen. Of dat wij één keer verliezen. Hij zegt, maar inshallah zullen er daarna vele keren komen dat wij zullen winnen. Subhanallah. Als je gaat kijken dat zelfs een persoon die... Dit is een grote geleerde van de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Die zulke strikte uitspraken heeft gedaan. En zoveel tijd en aandacht en energie heeft gegeven. En kennis voor het opkomen van sharia van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo'n uitspraak doet. Wat dan, wat blijft er dan nog over? Dit is een andere sheikh. Sheikh Mohammed bin Arbi al-Alawi. Misschien dat velen van jullie hem niet kennen. Maar weten jullie wie hij is? Hij is de sheikh van Taqiyuddin al-Hilali. Van de bekende Marokkaanse geleerde Taqiyuddin al-Hilali. Deze Sheikh Mohammed bin Arbi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, hij zei we dienen te stemmen op degene die de rechten van het volk wil nakomen. En deze kwestie is gebaseerd op al-maslaha en mafsada. Dat wil zeggen op voordelen en nadelen. Dat wil zeggen we dienen in te schatten. Waar denken wij dat het meeste voordeel in zit en waar denken wij dat nadeel in zit. En we dienen het grootste voordeel te verkiezen. De grote Algerijnse geleerden, Ibn Badis bijvoorbeeld, en je hebt ook al-Bashir al-Ibrahimi. Deze twee grote geleerden, bekende, hele bekende geleerden, zijn eigenlijk een beetje de voorgangers van Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Al-Albani. Zij kwamen in die generatie ervoor. Dus deze mensen zijn allemaal van die tabaka, van die rang. En zo wordt trouwens ook een uitspraak genoemd van Sheikh Abdurrahman Sa'di hieromtrent. Maar hoe dan ook deze twee Algerijnse geleerden, die zeiden over de verkiezingen, dit is een toegestaan middel, zolang de intentie van een persoon goed is. Dat wil zeggen... Zij hebben niet gezegd dat het zodra je meedoet aan verkiezingen, dan doe je automatisch, pleeg je automatisch koefer, pleeg je automatisch ongeloof, pleeg je automatisch afgoderij. Zij hebben dit niet zo gezien en niet zo gezegd. En zij zijn de geleerden van deze umma, van de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zij zijn degene aan wie wij de kennis en de vragen moeten terugleggen. Sheikh Ibn Baz, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Sheikh Ibn Baz wordt gezien als een hele grote sheikh, een hele grote hedendaagse geleerde. En volgens vele mensen de sheikh en sommige mensen omschrijven hem als mujaddid. En sommige mensen die zoeken altijd eerst de uitspraak van Sheikh Uthaymeen of Sheikh Ibn Baz of Sheikh Al-Albani in bepaalde kwesties op en dergelijke. Prima. Maar wat hebben deze mensen dan ook gezegd? Deze mensen van wie jij dag en nacht de vertrouwen overneemt. Deze mensen die sommige mensen bijna beschouwen als een meetlat. Die mensen bijna beschouwen als een weegschaal vandaag de dag. En die mensen beschouwen als de geleerde met kennis van... Dit zeg ik absoluut niet. Wal'iyadu billah, spottend of wat dan ook. De geleerde van de kennis, de geleerde die de kennis van Salaf of Salih bezitten en hun pad volgen en dergelijke. En inshallah ta'ala zijn ze dat ook zeer zeker. Maar... Hoe dan ook, wat hebben deze mensen dan gezegd over deze kwestie? Ja, subhanallah, jij zegt shirk en kufr. Als stemmen shirk en kufr is, wat dan te zeggen over degene die hem toegestaan heeft om te gaan stemmen? Wat dan te zeggen over hem? Zijn onze geleerden mushrikeen? Zijn onze geleerden kufar? Nee, hij krijgt excuses door ijtihad. Hij krijgt excuses door ijtihad, maar de stemmers niet. Subhanallah, Sheikh Ibn Baz, rahimahullah. De sheikh... Was niet alleen van mening dat het toegestaan was om te stemmen. Sterker nog, hij was zelfs van mening dat je een parlement in mag. En dit is zelfs nog een trede hoger. Dat je zelfs een parlement in mag als jij denkt dat jij het goede kunt verwezenlijken. En vervolgens heb je ook Sheikh al-Albani, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Sheikh al-Albani die Nasir al-Sunna wordt genoemd. En muhaddith van deze tijd of van de latere tijden. Sheikh al-Albani, degene die zo'n grote geweldige bijdrage heeft geleverd. In zijn tahqiq, in zijn authenticatie van de boeken van de Sunna en dergelijke. Sheikh al-Albani, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Die was heel erg duidelijk in zijn opinie, in zijn uitspraken. Hij zei,
Ik adviseer niemand om te hij zei, ik adviseer niemand om zich verkiesbaar te stellen. Ik adviseer niemand om zich verkiesbaar te stellen. Maar als dat toch gebeurt, als een persoon zich, als een moslim zich toch verkiesbaar stelt, dan zeg ik, we dienen de meest geschikte persoon te kiezen. De persoon die de moslimbelangen kan vertegenwoordigen. En vervolgens ging een vraagsteller ook met hem in discussie. Hij ging ook met hem in discussie van wat is dit en hoe zit dit, et cetera. En vervolgens zegt de sheikh, als je twee kwaden hebt. En je hebt een groter kwaad en een lager kwaad of een minder kwaad. Welk kwaad kies je dan? En de sheikh zegt zonder enige twijfel het mindere kwaad. Dus het lager kwaad. Overigens al zijn leerlingen zoals sheikh al-Halabi rahimahullah ta'ala en Mashhur Hassan en andere van zijn studenten. Die dachten er hetzelfde over. En die hebben ook uitspraken hierover. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah. Het mooie is dat sheikh bin Uthaymeen, hij was niet alleen van mening dat het toegestaan was. Hij zegt zelfs verplicht. Hij zegt zelfs verplicht. In een aantal van zijn fatwa werd hij gevraagd over bepaalde situaties en toestanden. Hij zegt, ik zeg niet toegestaan. Ik zeg, het is verplicht. Hij zegt, het is verplicht om daarmee jouw inbreng te geven. En daarmee jouw poging te wagen om iets van de verwerpelijke zaken te verminderen. En iets van de toestand te verbeteren. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah, met hem werd er ook veelvuldig gediscussieerd. Met hem werd er ook veelvuldig gediscussieerd. En een van hen zei bijvoorbeeld tegen hem, hij zegt, ja sheikh, maar Allah subhanahu wa ta'ala die zegt toch dat we niet met mensen van valsheid mogen zitten. Zo'n parlement is toch verkeerd bezig en je mag toch niet met hen zitten. Verwijs het naar de ayah. وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمُ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمُ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. De آيات van سورة النساء. Dus van, ja sheikh, maar je mag toch niet met hen zitten, anders ben je toch ook zo, et cetera. Toen zei de sheikh, maar zit hij met hen? Zit hij met hen om met hen in te stemmen? Of zit hij met hen om iets te veranderen en iets juist af te keuren en iets beters voor elkaar proberen te krijgen? Dus de sheikh, die was niet alleen van mening dat het toegestaan was, maar zelfs verplicht. En hij zei, hij zei zelfs, van, je zit niet om in te stemmen, maar je zit om te veranderen. Vervolgens wordt ook tegen de sheikh gezegd, ja maar er is geen invloed, et cetera. Hij zegt ook, als de eerste keer geen invloed heeft, dan inshallah de tweede keer of in de toekomst wel. Hij zegt, en in de toekomst zal het wel goede resultaten brengen. En hij zegt, het is beter dan dat je het overlaat aan andere mensen. Aan die mensen die minder geschikt zijn of mensen die andere doelen hebben en andere belangen behartigen. En subhanallah, hij werd ook gevraagd gevraagd, en dat waren volgens mij de verkiezingen in Kuwait. Sheikh Ibn Uthaymeen werd verteld, en Sheikh Ibn Uthaymeen, hij is de faqih, al-usuli, mujtahid, yani. Mujtahid, als je het mij vraagt, yani, en wie ben ik? Ik ben een niemand. Sheikh Ibn Uthaymeen, een van de allergrootste van de Hanabila in deze latere tijden. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Hij werd gevraagd over parlementsverkiezingen in Kuwait. En hem werd verteld, sorry. En hem werd verteld over bepaalde seculiere partijen. En hij zegt, nou, dan dienen wij islamitische tegenhangers te stichten. Islamitische partijen als tegenhangers te stichten tegen deze seculiere partijen. Dus de sheikh, die was niet alleen van mening, je mag stemmen. Hij zegt, verplicht stemmen. Hij zegt zelfs, dan gaan we islamitische partijen stichten als tegenhangers. Wie zijn dit? Wie zijn dit? Dit is niet die en die schrijft op Facebook. Dit is niet die en die persoon met 1000 of 2000 of 10.000 volgers. Dit is Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, al-alim, al-faqih, al-usuli, al-mujaddid rahimahullah tabaraka wa ta'ala, mujtahid. En vervolgens werd hij werd ook gevraagd over het stemmen in Amerika. Hij werd ook gevraagd over het stemmen in Amerika. En Sheikh die zei, zonder enig aarzelen of twijfel, zei hij, zonder enig twijfel of aarzelen, zei hij, ja, zeker doen en participeer. Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh, een hele tijd lang mufti Dawla, in mufti van Saoedi-Arabië. Hij, een vraag en antwoord gesprek op de zender van Al-Majd, volgens mij. En dat ging over Irak, over de parlementsverkiezingen in Irak. En de Amerikanen die waren op dat moment nog aanwezig in Irak. En de sheikh die antwoordde positief. Dat we zeggen van ja, meedoen en participeren. Maar er werd gezegd, ja maar de Amerikanen zijn er nog. En wat zou er of kan er veranderd worden en dergelijke. En de sheikh die zei van, op zijn minst als je niet al het goede kunt bereiken. Dan kun je op zijn minst een deel van het goede bereiken. En zo vele andere geleerden. Abdullah ibn Jibreen. Sheikh Abdullah ibn Jibreen. En dit is,
Kijk, degene die, de studenten van Kennis, die kennen deze namen. De namen van deze mensen, welke aqida-boeken zij hebben uitgelegd, welke bijdragen ze hebben geleverd op het gebied van tawhid en welke uitspraken. En ook, subhanallah, die kent hen ook van hun striktheid. Die kent hun ook van hun striktheid. En subhanallah, het is juist opvallend en opmerkelijk dat deze mensen allemaal hetzelfde zeggen. Zij zeggen niet, nee, zodra je participeert, dan is het koever, dan is het shirk, dan val je buiten de oevers van de islam, enzovoort, enzovoort. Ze zeggen het tegenovergestelde. Sheikh Abdullah ibn Jibreen stond het stemmen toe om slechtheid te verminderen. Maar ook Sheikh al-Fawzan. Sheikh al-Fawzan, het opmerkelijke bij Sheikh al-Fawzan, is mooi, dit vind ik echt prachtig. Sheikh al-Fawzan, een van zijn fatwa's, zegt hij, en noemt hij de permissie van het stemmen om de slechtheid te verminderen, of zegt hij om masalih, bepaalde voordelen, te realiseren. Dus de Sheikh al-Fawzan in deze fatwa staat hier dus toe. Vervolgens, subhanallah al-Azim, heb je ook andere uitspraken van Sheikh al-Fawzan waarin hij het stemmen verbiedt. Waarin hij het stemmen verbiedt. Hoe kan dit? Hier zijn meerdere uitleggingen aangegeven. Sommigen die zeiden, nou ja, hij zei dat omdat je in die situaties eigenlijk geen voordeel kunt berokkenen of slechtheid eigenlijk kunt verminderen. Dat is, daarom heeft hij dat gezegd. Of hij zag enkel mensen met slechte intenties en die uit waren op roem en niet op het vertegenwoordigen van de belangen van de moslims en daarom zei hij dat. Maar in alle gevallen, ik vind het juist mooi. Ik vind het juist mooi dat hij verschillende uitspraken heeft gedaan. Weet je waarom? Dit laat zien dat het een kwestie is van ijtihad. Dit laat zien dat het een kwestie is van ijtihad, dat je dus je lichter op kunt laten schijnen in situatie A op zo'n manier, in situatie B op die manier. Maar het is dus niet een kwestie van altijd haram, koever en shirk, zoals bepaalde mensen de indruk willen wekken. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, die heeft echt veel uitspraken en echt lange uitspraken hierover. Ik heb die ook een beetje proberen in te korten voor jullie. Hij zegt, als je de keuze hebt tussen een slechte en een goede, je hebt de keuze tussen een persoon die zich verkiesbaar stelt en de ene is slecht en de andere is goed. Wie kies je dan? Hij zegt, dan kies je natuurlijk de goede. Hij zegt, sterker nog, in de niet-islamitische landen waarin moslimminderheden leven. Hij zegt, stel je voor, je hebt een niet-moslim die echt vijandig is jegens de islam en de moslims en hij koestert wrok en haat jegens hen en hij wil hun rechten beperken en inperken. Hij zegt, op het moment dat je zo'n persoon hebt en je hebt een andere niet-moslim die geen wrok en haat koestert jegens de islam en de moslims. En hij is hen, dat we zeggen, wat beter gezind. Hij zegt, wie kies je dan? Hij zegt, dan kies je deze tweede niet-moslim die geen haat en wrok koestert jegens de niet-moslims en hun rechten niet wil inperken. Dus hij zegt niet alleen, nee, je stemt alleen maar als er een moslim is. Hij zegt, nee, zelfs als er twee niet-moslims zijn, dan kies je de minst slechte van de twee. En hierna gaat hij vervolgens door met het uitleggen van de islamitische stelregel van Aghafu Dararain, de minst slechte van de twee kwaden. En vervolgens, en dan sluit hij weer af en dan zegt hij, je kunt een keuze hebben tussen een goede en een slechte persoon. In dat geval kies je de goede persoon. Hij zegt, maar als je de keuze hebt tussen twee slechteriken, de ene is slechter en de andere is nog slechter. Hij zegt, dan kies je de slechte en niet de nog slechtere uit. Maar hoe dan ook, ik wil jullie even laten zien hoe de islamitische geleerden hiernaar kijken. Sheikh Nasser al-Barak. Sheikh Nasser al-Barak heeft een aantal hele bekende uitspraken over stemmen, over democratie, over... Dus subhanallah, waarom? Ik wil echt dat jullie weten, we praten hier niet over mensen die totaal een hele andere visie hebben en geen kufr bi-taghut kennen of niet, of ze zijn tegen de tawhid, ze zijn tegen de sharia van Allah subhanahu wa ta'ala. Nee, dit zijn de mensen die al die jaren juist in die madrasa, in die school daar bekend om staan en stonden. En Sheikh Nasser al-Barak. Hij werd gevraagd over stemmen en het parlement ingaan. Hij zegt, dit is een kwestie van ijtihad. Dit is een kwestie van ijtihad. Dat wil zeggen dat een persoon zijn lichter moet laten schuinen en vervolgens tot een conclusie dient te komen. En men doet inspanning om tot een uitspraak te komen. En men kan tot deze conclusie komen of tot die conclusie komen. Hij zegt, dit is een kwestie van ijtihad. Als men denkt goedheid te bereiken of slechtheid te verminderen, dan is het toegestaan. Hij werd ook gevraagd naar bewijzen. En hij zegt de uitspraak van Allah, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. Zij helpen elkaar in het goede, helpen elkaar niet in het slechte. Natuurlijk de uitspraak van Allah. Maar ook fattakullaha mastata'tum, vrees Allah voor zover jullie kunnen. En hij noemde andere bewijzen op. En hij noemde ook stelregels. Vervolgens zei hij ook, hij zegt, en als men niet participeert, bijvoorbeeld als moslim, of zich als moslim niet verkiesbaar stelt, dan komen bijvoorbeeld de hypocrieten, de munafiqin, yani, aan de macht. En wat zal de toestand dan zijn? En de sheikh zegt ook, en wanneer, hij zegt weer hetzelfde, mooi subhanallah, hetzelfde als sheikh al-Abbad zei, hij zegt, en als we de keuze hebben tussen twee niet-moslims, en de ene is slechter dan de andere, dan kiezen we degene die wat beter is. Hij zegt, en als
een moslim zich verkiesbaar stelt, dan dient hij dit te doen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Niet omwille van geld, niet omwille van rijkdom, niet omwille van roem, maar omwille van Allah subhanahu wa ta'ala om iets goeds te realiseren. Vervolgens, oké, ik ga niet meer door met individuele geleden. Want kijk, Sheikh Tarifi, wie kent Sheikh Tarifi niet? Ik moest hij in deze tijd. Sheikh Tarifi, wie kent hem niet? Sheikh Tarifi, Sheikh Mawlud, Sheikh Tarifi Saoedier, Sheikh Mawlud Sarir in Marokko, vele andere geleerden, Sheikh Weldadu, bekende grote alim al-Mauritani. Al deze geleerden, maar ik ga. Degene die mij wat vaker en wat meer volgen, die weten van mij dat. Vooral voor de grote, allesomvattende, overkoepelende kwesties, de collectieve zaken, dat ik altijd van mening ben. Dat men het niet alleen maar dient terug te leggen aan individuele geleerden, aan individuele personen, maar aan hele comité's, aan hele fiqh-raden, aan bijeenkomsten van geleerden. En dit is echt een belangrijk punt, dat wil ik echt even herhalen. Kijk, je hebt kwesties, en vooral de kwesties, de nawazil, de nieuw opgetreden zaken, en die ook die overkoepelend zijn, die van de collectieve kwesties, die betrekking hebben op de collectieve kwesties, die invloed hebben op duizenden, miljoenen mensen en dergelijke. Dit soort kwesties en dit soort zaken. Het beste is altijd dat dit terug wordt gelegd aan de collectie, aan raden, aan fiqh-bijeenkomsten, aan specialisten, een bijeenkomst van specialisten. Omdat de geleerden van vandaag de dag niet zo zijn zoals de geleerden van vroeger. Waar de geleerden van vroeger, een persoon die was een mujtahid op alle gebieden en op alle vlakten en volgens alle zienswijzes. Heb je nu bijvoorbeeld de ijtihad die verdeeld is? Hè? Dus de ijtihad dat iemand alleen maar moest hebben op bepaald vlakte. En daarom deze kwaliteit die er vroeger was, die wordt gecompenseerd door de hedendaagse kwantiteit. Dit is een uitspraak die bijvoorbeeld heel veel wordt genoemd. Sheikh al-Usaymi bijvoorbeeld in zijn uitleg van het werk, Sharh Raf al-Malam van Ibn Taymiyyah. Uitleg van het werk noemt Sheikh al-Usaymi bijvoorbeeld het belang van de collectieve raden en dergelijke. Maar collectieve raden, prima. Collectieve raden, ulema-raden, fiqh-raden. Luister alsjeblieft mee. Hoeveel duizenden geleerden zijn dit wel niet? Barakallahu fikum, broeders en zusters. En dan zie je, subhanallah, de tijd waarin wij leven. In de tijd van de blinden is één oog koning, wallahi. In de tijd van de blinden is één oog koning. In de tijd dat men geen Arabisch kan, alleen overgeleverd is aan Nederlands, is één oog koning. In de tijd dat men is overgeleverd aan Facebook en social media en niet meer aan de traditionele kenniscirkels, is één oog koning. In de tijd dat men geen toegang meer heeft tot de geleerden, geen toegang meer heeft tot de bronnen en geen toegang meer heeft tot kennisbronnen, is één oog koning, wallahi. De tijd van de Ruwaybida. De tijd van de Ruwaybida. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, Sayyati ala ummati sanawat ghadda'at. Er zullen misleidende jaren komen naar de moslims. En naar de mensen. De misleidende jaren. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelde over de misleidende jaren. Shaddaq fiha al-kadib wa yukadab fiha al-sadiq wa yukhawun fiha al-amin. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelde karakteristieken. En hij zei, wa yantiqu fiha al-Ruwaybida. En de Ruwaybida zal spreken. Zei, ya Rasulullah, wie is de Ruwaybida? Wie is de Ruwaybida die zal spreken in de misleidende jaren? Hij zei, ar-rajul al-tafih. De niet-zeggende persoon, yatakallam fi amr al-amma, die spreekt in de zaken van de algemene zaken, in de publiekelijke zaken, in de collectieve zaken. Rajul al-safih, in een andere riwaya, de dwaas, die zal spreken in. Yani, subhanallah, een persoon die geen geleerde is, een persoon die geen mujtahid is, een persoon in het beste geval, let op mijn woorden. En ik praat ook over mijzelf. Ik bedoel, luister niet nefsi, wallahi. Ik zonder mijzelf niet uit. Wie ben ik om zelf mijn licht te gaan schijnen op collectieve zaken, op allesomvattende zaken, op zulke grote zaken die betrekking hebben op miljoenen mensen, zonder terug te gaan leggen aan de grote fatahila, aan de grote giganten van deze umma, laat staan, vooral in zaken van nawazi. Subhanallah. Als je gaat kijken naar de fiqh-raden en wat zij hierover hebben gezegd. De fiqh-raden in Irak bijvoorbeeld. Die zeggen, die noemen de permissie van het meedoen aan de verkiezingen. De fiqh-raden, meerdere fiqh-raden in Jordanië. In Egypte meerdere, subhanallah al-adhim. Of ik wat langzamer kan praten, is de enige opmerking die ik heb gelezen. Geer. Dus de fiqh-raden in Irak. Fiqh-raden in Jordanië. Fiqh-raden in Egypte. Lijna da'ima, de raad van grote geleerden in Saoedi-Arabië. De Mijma' al-Fiqhi. Mijma' al-Fiqhi is een van de meest autoritaire, als het niet de meest autoritaire raad ter wereld is, die zich uitlaat over politieke zaken, economische zaken, medische zaken. Dit is echt de Mijma' al-Fiqhi.
is een absolute topper wereldwijd. Ja, nee? Met wereldwijde, met geleerden van over de hele wereld. En worden ondersteund door de grootste specialisten. Ja, nee? Van wat deze umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te bieden heeft. De Mijma' al-Fiqhi. En hun uitspraken hieromtrent over het meedoen aan verkiezingen en dergelijke. Die noemen ook de permissie. De geleerde fiqhraden uit Indonesië, fiqhraden uit Pakistan, Rabitat ulema al-Muslimin, Ittihad ulema al-Muslimin. Dit zijn ook twee raden met geleerden. De geleerden uit fiqhraden uit Sudan, fiqhraden uit Kuwait, fiqhraden uit Marokko. Subhanallah, yani, subhanallah, la yuhsi adadahum illallah. Niemand kent de hoeveelheid van het aantal van deze geleerden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Wij praten hier niet over een individu. Wij praten hier niet over tientallen geleerden. Wij praten hier niet over honderden geleerden. Duizenden geleerden wereldwijd. De ulema van de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En zelfs de... subhanallah. Ik ken... en vervolgens, tuurlijk, wil niet zeggen dat ik geen uitspraken ken die niet zeggen dat het verboden is. Kijk, je hebt bijvoorbeeld bepaalde geleerden zoals Bazmoul of je hebt Zayd al-Madkhali. Die zeggen bijvoorbeeld van het is niet toegestaan omdat het niet een correct middel is om te gebruiken. Maar ze zeggen geen shirk of koever. Zij zeggen geen shirk of koever. Sheikh Rabi al-Madkhali heeft zelf ook meerdere uitspraken gedaan. En waarom noem ik deze mensen? Omdat, subhanallah, uit bepaalde hoeken zie je bepaalde uitspraken komen. En die worden neergezet als dit is de sunnah en dit is zus. En als je afdwaalt van dit, dan... Ja, subhanallah. Ja, subhanallah. Hoe zit het met Rabi al-Madkhali zelf bijvoorbeeld? Rabi al-Madkhali, de eerste uitspraak die hij had gedaan was de permissie. En vervolgens zei hij van, schrijf niet aan mij toe dat ik de uitspraak van de permissie heb gedaan. Ik zit op de uitspraak van Sheikh Labani. Met andere woorden, je mag enkel de uitspraak doen op het moment... je mag enkel stemmen op het moment dat het echt nodig is. En je kiest de beste van de twee. En vervolgens later werd hij ook gevraagd over bepaalde verkiezingen in Irak. En hij zei, is niet toegestaan, maar in alle gevallen... waar is de shirk en koever hier in dit verhaal? Waar is de shirk en koever hier in dit verhaal? Dit is een kwestie van ijtihad. Dat wil zeggen, dat een geleerde kan zeggen van een specifieke verkiezing. Nee, die niet. Of omdat hij ziet dat het niet gepast is. Of omdat hij ziet dat het beter is voor de moslims om zich achterwege te houden. Of niet mee te doen. Maar wie zegt shirk en koever? Barakallahu fiek. Wie zegt shirk en koever? Waar is dit binnengekomen in de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? In deze uitspraken. Yani, en vervolgens, het is een heel mooi boek. Ik wil jullie echt verwijzen naar dit boek. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. En dat is het boek van Abu al-Hasan al-Ma'ribi. Ik ben heel slecht in titels onthouden, dus ik heb het echt opgeschreven. Mukhtasar Kitab al-Islamiyun wal-Amal al-Siyasi al-Mu'asir. Dus het boek heet Mukhtasar Kitab al-Islamiyun wal-Amal al-Siyasi al-Mu'asir. En in dit boek noemt hij 50 van de shubuhat die worden gebruikt. 50 van de zogenaamde tegenargumenten die worden gebruikt om niet te mogen stemmen. Om niet te mogen stemmen. En zo zegt hij bijvoorbeeld van... Maar een van de zaken wordt toch gezegd... Ja, maar op het moment dat je stemt doe je toch mee met tahlil en tahrim. Je schrijft toch de... het recht van halal en haram verklaren aan iemand anders toe dan Allah subhanahu wa ta'ala. De islamitische geleerden zeggen van niet. Die zeggen van niet, zolang jij dit doet. Ze zeggen, dit is een instrument wat je op meerdere manieren kan gebruiken. En het is afhankelijk van de intentie van de persoon. Op het moment dat jij het gebruikt met de intentie van... ik probeer iets goeds te realiseren. Of er komt zeker slechtheid, maar ik wil de slechtheid verminderen. Ik wil de slechtheid verminderen. Dan is het niet een kwestie van koever. En dit is iets wat de islamitische geleerden in het algemeen allemaal zeggen. Ze hebben heel veel, in het boek worden ook echt heel veel bewijzen ook aangehaald. Het probleem is nu, ik heb echt zitten overwegen van, oké, zal ik die bewijzen dan gaan citeren? En zal ik die bewijzen één voor één gaan vertalen en opnoemen voor de broeders en zusters? Weet jullie wat het probleem is? Weet jullie waar het probleem is waar wij vandaag de dag in zitten? Je hebt mensen, ibadallah, zodra ik klik op video beëindigen... Komt de eerste al. Wie? Hoe is Alim al-Mujtahid? Hoe is Ibn Uthaymeen? Die is opgestaan. Hoe is een tweede, zeg maar, met opgestaan. Yani een tweede Ibn Uthaymeen of een andere Alim al-Mujtahid die zegt van Ismai, wat je zegt is batil. Het is allemaal nul. Nee, wie? Die of die persoon. Is die Alim? Nee, geen Alim. Mujtahid? Nee, geen Mujtahid. Hamil al-Kitab, kent hij Koran? Nee, kent geen Koran. Staat hij bekend, zeg maar, als lawan? Wat doet hij? Nee, dat bewijs is niet geschikt.
Dat bewijs is niet geschikt. En dat bewijs is niet correct. Subhanallah, afgelopen dagen, ik word ook aangesproken door mensen, gevraagd. En ik lees artikelen, ik krijg soms screenshots. En ik zeg, nou, dat bewijs is gebruikt door die en die alim. Of dat bewijs is gebruikt door Ibn Uthaymeen. Of dat bewijs is gebruikt door die en die alim. Of dat bewijs is niet door... Ja, maar die en die zegt, dat bewijs is niet geschikt. Oké, is hij een geleerde? Is hij een geleerde? Aan wie is het recht? Aan wie is het recht? Wie is het recht toegedaan om bewijsvoeringen op te zetten? Ja? Aan die persoon? Nee, maar. Nee, niet maar. Niet maar. Niet maar. Die persoon is geen geleerde. Wie is die persoon? Kijk, zeg niet tegen mij, Ismaël, wat zeg je? Of dit, ik praat niet over een persoon specifiek. Ik praat niet over een persoon specifiek. Ik zeg, fas'alu ahle dhikri in kuntum la ta'alamun. Vraag de mens van kennis, indien jullie het niet weten. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan wisten degene die oordelen onttrekken wat het oordeel was. Dat is toch wat de Koran ons opdraagt? Je wilt toch niet dat we iets anders doen of dat we iets anders zeggen dan wat de Koran opdraagt? Prima, dus je zegt, nee, maar dat is niet... Soms, want de afgelopen dagen zie je soms mensen die zeggen, nee, maar dat bewijs is niet geschikt. Bijvoorbeeld, de verschillende stelregels. Wat opvalt, namelijk, bij deze geleerden die alle de permissie hebben genoemd en de fiqraden en dergelijke, is dat ze bepaalde qawaid shari'iyah gebruiken, islamitische stelregels. Ik ga hier geen les geven in islamitische stelregels. Ik heb niet zo lang geleden het vak gegeven, qawaid al-fiqhiyah. Kijk, je hebt veel bewijzen uit de Koran. Bijvoorbeeld, hè, je hebt het vers La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Je hebt bijvoorbeeld wa ma ja'ala 'alaykum fi ad-din min haraj. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Enzovoort. Je hebt fattaqu Allah min istata'tum. Je hebt verschillende versen in de Koran Karim. Je hebt natuurlijk ook verschillende ahadith. En deze bewijzen bij elkaar worden genomen. Die duiden allemaal op één betekenis. Wat is die betekenis? Die duidt bijvoorbeeld op de stelregel van al-mashaqqa tajlibu tisir. Moeilijkheid trekt vergemakkelijking aan. Zo werken stelregels. Wanneer we zeggen stelregels, je hebt bepaalde stelregels in de islam. Stelregels, zeg niet nee, sommige broeders en zussen zeggen, ik wil een bewijs uit de Koran of de Sunna. Stelregels, weet je wat stelregels zijn of niet? Stelregels zijn uitspraken die gebaseerd zijn op verzamelingen bewijzen van de Koran en de Sunna. Daarom, ik zeg trouwens niet dat dat de juiste uitspraak is, maar daarom zeiden sommigen van, is een stelregel zo sterker dan een bewijs uit Koran en de Sunna? Nu zou iemand kunnen zeggen, nee, natuurlijk, niks kan sterker zijn uit Koran en de Sunna. Maar de reden hiervan is dat een stelregel zelfs een verzameling van bewijzen is uit de Koran en de Sunna. Met andere woorden, je hebt een, yani, majmu'at adilla, je hebt een verzameling van bewijzen. Daar is een stelregel van gemaakt. En subhanallah, dus deze geleerden maken gebruik van stelregels. Sommige mensen die de woorden namelijk van de geleerden lezen, zeggen, ja, maar hij heeft geen bewijs genoemd. Ja, sorry dat ik misschien zo direct ben, maar misschien... Omdat als jouw niveau ontoereikend is, dat jij de bewijzen niet kunt zien die zij leveren, dan ja, wat moet ik daaraan doen? Wat moet ik daaraan doen? Bijvoorbeeld deze geleerden die noemen heel vaak, sommige van hen die noemen bijvoorbeeld de stelregel die betrekking heeft op noodzaak. Namelijk dat dit hetgeen is wat voorhanden is wereldwijd voor de moslims. En dat moslims niks anders hebben, geen andere keuze hebben dan meedoen. Het is of je doet mee, of je draagt alleen maar de negatieve gevolgen. En daarom, het is niks anders dan een noodzaak. Sommigen die zeggen, de gebruiken de stelregel van minste van de twee kwaden. Sommigen die gebruiken de stelregel van voor- en nadelen. Sommigen die gebruiken die gebruiken bijvoorbeeld het verhaal van Najashi, de Ethiopische koning, die niet heerste met sharia en de uitspraak van Ibn Taymiyyah daaromtrent, namelijk dat hij dat niet kon en dat zijn volk hem daarin niet zou gehoorzamen en dergelijke. Sommigen gebruiken het bewijs van Yusuf alayhi salam en andere bewijzen die ze gewoon aanhalen wat dit betreft. En vervolgens... Maar vervolgens, het probleem is nu... Je kunt dit allemaal wel gaan noemen. Je kunt dit allemaal wel gaan opschrijven. Maar vervolgens komt nu iemand en die zegt... Ja, maar dat is niet geschikt als bewijs, want A, B, C, D, E. Ja. Kan iemand van jullie mij nu vertellen wat nu te doen? Ja, bismillah alik, wat nu te doen? Wat nu te doen? Wat nu te doen? Ja, een persoon die gaat nu komen en die zegt, ja maar om die en die en die, dat bewijs klopt niet om dat. Dit is iets van de islamitische geleerden, van de mujtahidin, dit is niet iets van jou. Dus laat niemand zeggen, ten eerste, dat de geleerden geen bewijs noemen. Ze noemen juist heel veel bewijzen. Het punt is, jij bent het er niet mee eens. Wie jij bent, lawalim, weet ik niet. Maar jij bent er niet mee eens. En volgens mij zou ik nu kunnen zeggen, ja maar Smail, wat je nu eigenlijk gewoon grotendeels doet in dit filmpje is je beroep op het autoriteitsargument. Klopt. Ja, dat klopt. Want zo werkt het namelijk bij ons in de islam. Zo werkt het toch bij ons in de islam, toch?
Wat is deze hele kennis en de overlevering van de hele kennis en het terugkeren naar in de boeken van kennis? Dat is toch, wat is dat dan? Dat is toch het autoriteitsargument en niets anders? Wat is het dan? Je hebt namelijk in elk fiqhboek heb je het hoofdstuk van ijtihad, hoofdstuk van fatwa, hoofdstuk. Voor wie is dat? Is dat voor jou en voor mij? Nee, dat is niet voor jou en voor mij. Dus waar maak jij je dan? Dus wat zijn we dan aan het doen? Vervolgens kom je ook nog allemaal bepaalde tegenargumenten tegen, zoals geen invloed. Namelijk, verkiezingen hebben geen enkele invloed. Hè? En daarom is het niet, moeten we er niet aan meedoen. Je hebt geen enkele invloed. Is niet waar. Is niet waar. Alleen maar als we bijvoorbeeld gaan kijken. Een heel klein voorbeeldje van pas geleden. Bijvoorbeeld de enquête. De petitie voor belediging van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Een profeetsbelediging strafbaar stellen. Als je ziet bijvoorbeeld hoe in het parlement daarover gediscussieerd is. En hoe bijvoorbeeld een Farid Azarkan daar keihard heeft. Hij heeft het opgenomen voor de petitie. En het petitierecht eigenlijk zou ik moeten zeggen. Voor de moslims. Dus dit is iets. Zonder enig twijfel iets positiefs. Bijvoorbeeld niet zo lang. Ik las subhanallah ook iemand. Stuurde mij gisteren een screenshot van een broeder die schreef van. Hij zegt: ik heb een stichting opgericht voor een bepaald land. En het ging om Birma. En hij zei: doordat ik bepaalde ingangen nu heb, is alleen maar wat vorig jaar gestuurd is aan liefdadigheidshulp, is meer dan alles wat ik met mijn stichting al die jaren heb gedaan. Is dit niet iets goeds? En ook überhaupt dat de stem van de moslims te horen is, en het argument van de moslims, al gaat men daar niet in mee, maar dat het op nationale televisie te horen is, te zien is, en in de kranten, op zijn minst wat het argument is van de moslims, wat de zienswijze is van de moslims, en om te zien dat het iets ook iets logisch, redelijks is, rechtvaardigs is, normaals is wat zij willen en eisen, en niet iets vreemds. Is dat niet een voordeel op zich? Dus sommige mensen die zeggen, ja, maar het heeft geen enkele zin. Dat is niet waar. Dat is niet waar. En vervolgens, je komt ook bepaalde mensen die dan het argument gebruiken van, ja, je maakt een onderscheid, die maken een onderscheid tussen gemeenteraadsverkiezingen en parlementsverkiezingen. Ook dit is een uitspraak die niet klopt. Want ja, parlementsverkiezingen die maken dan wetten die dan haram zijn, en gemeenteraadsverkiezingen die maken geen wetten. En ook dit argument is niet correct, want de gemeenteraad die valt onder het parlement en die voert uit die grenzen die in het parlement zitten enzovoort. Dus het systeem is één. Sterker nog, en dit zeggen sommige van de mesjeeg ook, als we dit nu gaan doortrekken. Als we dit gaan doortrekken dan. Wat maakt het anders met belastingdienst dan? En belastingbetalen dan? Dat is dan toch ook haram? En dan doe je toch ook mee aan het systeem, want dat is weer gebaseerd op die wet en dat is nog gebaseerd op het parlement. En jij geeft dus eigenlijk jouw goedkeuring aan. Wacht eens even. Al die andere, op het moment dat je een papiertje aanvraagt bij de gemeente, is toch een erkenning van? Of die paspoort die jij gewoon eigenlijk aanneemt. Dus sommige mensen die zeggen dit ook gewoon. Van, maar zelfs die paspoort die jij gewoon eigenlijk aanneemt, als we die hele redenering door gaan trekken. Maar het punt is, het klopt niet. Het klopt niet. En daarom dient de persoon ook niet zomaar mee te gaan in dergelijke argumenten. Hoe dan ook in alle gevallen. Ik denk dat iedereen van jullie nu wel weet wat ik te zeggen heb over deze kwestie en hoe ik erover denk. Stemmen of niet? Ja, zeker. Ga stemmen. Ga stemmen. Laat het er niet bij zitten. Je ziet dat we zien allemaal wat de politieke wind is die er de afgelopen jaren waait. En dat die de islam en de moslims eigenlijk niet gunstig is gezind. En we zien ook dat men verschillende pogingen onderneemt. Om de rechten van de moslims in te perken. Vandaag bijvoorbeeld alleen maar over Wilders. Dat hij bijvoorbeeld, hij valt de islam aan, maar niet de moslims. Kijk, iemand heeft hem echt juridisch van prachtig advies voorzien. Want Marokkaans belediging, dat hebben we gezien met minder Marokkanen, werd hij voor veroordeeld. Hè, want je mag dat tegen een groep. Hij zegt, nee, ik ben niet tegen de moslims, maar ik ben tegen de islam. Deze man heeft zich gewoon echt goed juridisch laten inlichten. Dus deze man heeft het gewoon gemunt op de islam. Maar ja, is de islam los te zien van de moslims? Wie beleidt de islam? Zijn dat niet de moslims? Mensen, dus we moeten echt gewoon wakker worden. Als het zo doorgaat, hebben we morgen geen islamitische scholen. Kun je ook morgen nergens een islamitische school gaan openen? Kun je ook, subhanallah, wat zijn de gevolgen voor de moskeeën? Het openen van de moskeeën. En andere moslimrechten. We dienen echt wakker te worden. Wakker te worden en ook een bijdrage te gaan leveren. Vervolgens, ik wil nog een losse lezing gaan opnemen over de visie van moslims in het Westen. Broeders en zusters, we leven hier. De meeste van ons zullen hier ook nooit weggaan. We dienen een aanwezigheid te hebben hier in de samenleving. Op een vredige, maar ook op een manier die islamitisch is toegestaan, maar waarbij wij ook onze rechten kunnen opeisen. Dat wij willen
Niets meer, maar ook niets minder dan anderen. Dat wij ook, hè, wij willen ook die emancipatie in onze rechten. Dus dit is echt een belangrijk iets wat we niet zomaar moeten laten schieten. We moeten niet ons laten bang maken of laten chanteren met uitspraken van shirk en koefer enzovoort. Enzovoort. Want dit zijn uitspraken die de ulema, de grote mujtahideen en ulema van de umma niet hebben gedaan. Subhanallah. En dit is ook iets wat niet conform de bewijzen is. Maar nogmaals, het uitspreken over de bewijzen en het bediscussiëren van de bewijzen is niet voor iedereen weggelegd. Dat is ook iets wat we moeten accepteren. Het bediscussiëren van bewijzen is niet voor iedereen weggelegd. De islamitische geleerden hebben veel bewijzen genoemd. Maar het bediscussiëren van de bewijzen is niet voor iedereen weggelegd. Maar hoe dan ook, de fiqhraden, de geleerden in duizenden zeggen allemaal hetzelfde. Of je nou van naar Marokko, Tunesië, Algerije, Egypte, Irak, Saoedi-Arabië, Kuwait, welke landen daar ook in Europa, die er zijn in Amerika, die zeggen allemaal hetzelfde. Laat je stem dus niet liggen. Ga je stem uitbrengen. En zorg ervoor dat je de persoon kiest die, waarvan je denkt dat hij de beste belangen kan behartigen van de moslims. En ook of die op zijn minst, zeg maar, misschien de negatieve zaken die we in de toekomst misschien zien aankomen, dat hij die kan verminderen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Natuurlijk zullen er ook heel veel ulema en mujtahideen zijn die zullen reageren op deze video. Maar nogmaals, laat je niet van de wijs brengen. En zorg ervoor dat je je stem uitbrengt. En heb daarbij een goede intentie. En neem daarbij ook de intentie dat je het goede wil verbeteren. En bij idnillah kun je er zelfs een beloning voor krijgen. Subhanallah. Nu zou iemand van jullie het kunnen zeggen. Het is opmerkelijk, zelfs een beloning. Dit is niet een vreemde uitspraak. Op het moment dat je zegt dat iets een verplichting is. Zoals Sheikh Uthaymeen heeft gezegd. Weet jullie nog dat Sheikh Shithri, Sa'd al-Shithri, een paar jaar geleden in Nederland was. Een paar jaar geleden was hij in Nederland, rahimahullah. Hij zei zelfs, het is een verplichting. Een verplichting betekent dus ook dat je een beloning kunt krijgen. Laat je stem dus niet liggen. Dit is een bijdrage die ik graag wilde doen. Nadat ik al die berichten zag langskomen op mijn tijdlijn. En al die vragen die ik niet individueel wilde beantwoorden. Wil je wat meer inlezen op dit gebied? Nogmaals het kitab, Mukhtasar, kitab. Al-Islamiyun, wal-Amal al-Siyasi, al-Mu'asir. Zoek het boek op. Er zijn ook echt andere boeken. Vele boeken hierover. Artikelen van Sheikh al-Qardawi. Vele ook andere. Hoe dan ook. Ga ervoor. Wallahu ta'ala ala wa alam. Zakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.